Ja, nee, nu ben ik helemaal blij. Nu kan ik mijn hele dag niet meer stuk. Yes! Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe serie op ShineSprites. Ik ben weer met Sander van GamingSB en vandaag gaan we weer een Avatarlocke doen. Hey Sander. We gaan deze keer weer een Avatarlocke doen, maar dit keer niet van Omega Ruby, maar van Pokémon X. En het leuke aan deze game is, Sander heeft deze game nog nooit gespeeld, dus dat wordt extra leuk. Laten we in ieder geval alvast beginnen met klikken, zeg maar, want het begin heeft nog wel wat tijd nodig, zeg maar. Dan gaan we gewoon dit eventjes doorzetten en dan ga ik ondertussen even uitleggen, mocht je hier voor het eerst zijn bij een Avatarlocke, even uitleggen wat een Avatarlocke precies is. De Avatarlocke die we dit keer gaan doen van Pokémon X, hebben we allebei een, eigenlijk, ja, hoe noem je dat? Van Avatar een van de tribes gekozen. Ik heb dit keer de luchttribe gekozen, wat betekent dat ik van de volgende types Pokémons mag vangen. Namelijk de Flying types, de Psychic types, de Ghost types en de Fairy types. En we mogen allebei Bug en Normal types vangen. En Sander heeft voor de vuurtypes gekozen. Wat betekent dat hij dus vuurpokémons mag kiezen. Elektrische pokémons, dark pokémons en dragon pokémons. Dat zijn hele andere types dan we de vorige keer hebben gekozen. Yep. Ik ben benieuwd. Ik zal heel even Cerebi er weer bij pakken voor welke pokémons we mogen vangen en zo. Dat is misschien wel makkelijk. Dat is zeker handig. Ik zat echt heel erg te kloten, want ik hoorde echt het geluid ziek hard. Oh, oké. Okay. Dus ik heb ook, ben ook niks opgeschoten. Oké, okay, nou dat geeft op zich niet, dat geeft op zich niet. Maar goed, ik iets dan niets, toch? Precies. Ja. Het leuke is dat Sander gewoon alle starters mag kiezen. Wat? Ja, je mag de vuurstart kiezen, omdat je vuurtypes mag. Je mag de, even kijken, de grasstarter kiezen om de... Oh nee, je mag geen fighting types. De grasstarter mag niet. Ik dacht dat de fighting daarbij hoorde. Oké, dus de gras... Ja, nu heb je me blij gemaakt met rode muts. Oké, de gras mag niet. De water mag wel. Je mag Froakie kiezen, omdat Greninja een dark type is. Dus je mag in ieder geval twee kiezen. Ik moet het sowieso doen met een... met de fire type. Ik heb geen andere keuzes. En ik mag... Charmander kiezen. Oh ja, dat klopt. Ja. Oh, dan krijg ik Charmander ook in deze. Dat is voor mij wel een probleem. Ik mag geen van die starters. Of wel? Oh jawel, Charizard jawel, is flying. Oh ja. Maar dan heb ik twee vuurpokémons. Ja, is niet aardig. Bezig. Nou, dan delete je gewoon die Fennekin. No haat. Nee, ik denk dat ik Fennekin wel hou. Ik moet... Ik zal Sander een beetje helpen door de game heen. Het is voor mij wel alweer heel lang geleden dat ik deze game heb gespeeld. Dus het wordt voor mij ook weer eventjes wennen. Maar je moet in ieder geval met de spiegel praten voordat je verder kan. Dan weet je dat in ieder geval. Dat is wel handig. Ja. Ik was al boos weggelopen omdat de cutscene te lang duurde. Echt, wat een slechte eerste aflevering aan mijn kant. Je ziet me eerder heel erg verwarrend kijken naar de geluidsinstellingen. Ja, precies. Ja, dit wordt weer... Oh, ik moest eerst met de spiegel praten? Ja, eerst met de spiegel praten, ja. Die spiegel, hoe gaat die? Ja. Nou, alles kit? Hij zegt maar... Als je... Ik haat deze spiegel. Waarom haat je die spiegel? Nee, gewoon deze spiegel. Hij praat niet terug. Disrespect hier. Echt wel. Niet te doen. Goed, route 1. Maar het is niet net zo'n grote disrespect als jij naar Bolt hound. Nou ja, Boltend vind ik nog wel oké, maar ik vind Jamper echt een hele lelijke Pokémon. Oké, dat geef ik toe. Maar ik vind Evil ook niet leuk. Ik weet niet wat het is, maar ja. Hij is te simpel, denk ik. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat er meer potentie in zat. Ja, oké. Dat is een beetje hetzelfde als met Oshawott. Dat ik ook dacht, daar zit meer potentie in dan Samurott of Litten. Die in mijn ogen toch ook een betere final starter had kunnen hebben. Ja, precies. Maar goed. Hey, nou, we hebben nu al het woord zeggen in Pokémon, want dat heeft Game Freak. Ja, inderdaad. Ja, dus in post. Precies. Oh, ik denk dat het begint een cutscene, maar ik moet nog 2 stapjes vooruit zetten voordat de cutscene begint. Zou ik meteen een shiny Fennekin krijgen? Dat is de grote vraag. Ik moet zeggen dat de game wel lekker opschiet in deze game. Als in het begin, zeg maar, qua tutorials en zo. Nou, dat is fijn. Dat is zeker fijn. Waarom gaan ze nou allemaal... Lil S? S-Meister? Ja, je mag een nickname kiezen voor jezelf. Oh, dan is het maar goed dat ik mezelf Sander heb genoemd. Want dan kan ik mezelf nu GamingSB noemen. Ja. Normaal noem ik mezelf altijd al GamingSB, maar... Nu... Even niet. Om een of andere reden niet. Komt ook nog eens een partijtje ook, joh. Ja, je voelde het gewoon, dat dit ging gebeuren. Hey, ik ken deze game stiekem toch wel. Wow, ik heb stiekem deze game genolived in mijn jonge jaren, jongen. Toen ik 5 was, echt deze game alleen maar gespeeld. Alleen dat wou ik niet tegen Mian zeggen, want dan win ik natuurlijk sowieso, ondanks dat het koop is. Maar ja, dat is echt wel heel gaaf dat je dit verhaal nu vertelt. Zeker omdat de game toen nog niet bestond. Ja. Voor welke starter denk je dat ik ga? Froakie. Wow. Hoe raad je het? omdat dat de starter is die je sowieso kiest als je ze mag kiezen. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Zal ik hem voor de grap? Nee, ik ga ook niet zeggen. Dat zie je straks wel. Oh, oké. Ik ben benieuwd hoe je hem noemt. Je noemt hem Fennekin. Dat zou het pas kunnen zijn. Het grappige is dat je ook nog best wel dicht in de buurt zit. Oh nee joh. Ja. Je hebt hem Chespin genoemd. Nee. Ik denk niet dat je hem raadt. Ah, oké. Ik moet... dat mag straks ook niet zeggen hoe ik mijn... tweede starter noem, dan weet hij het. Oké, wacht. Je hebt je Froakie Charmander genoemd. Nee. No, Squirtle. Ja. Wat kut is dat? Je gaat sowieso in de war raken. Dat gaat sowieso gebeuren. Oké, dan moet ik nu op. Ik vind het nu al mooi. Ja. Dit is ook een beetje een throwback naar de Latios en de Latias spul. Oh, ik moet nu tegen die ene battelen. Ja, je hebt hier 4 rivals in deze game. Ja, de dikke. Ja. De oninteressante. De oninteressante die ook nog eens een meisje is. En Serena. Of Selena, ik weet niet hoe ze heet. Ja. Ja. Dat wist ik dan wel. Route 1 is wel creatief of niet in deze game. Ja, zeker. Dat ze dat route durven noemen. Echt geen gras, geen... Het is gewoon een terrasje. Ja. Nee, maar dat is niet eens route 1 hè. Route 1 is het stukje tussen het terrasje en je hometown. Wat? Oh. Oh. Squirtles, level 6. Het wordt weer een feest dit. Ik zal route 2 alvast er even bij pakken. Ik weet niet, ik vind wel... Als ik eerlijk ben, al die rivals, dat hoeft van mij niet zo. Ik vind het in Sword and Shield, die ik nu aan het spelen ben, vind ik het wel leuk dat je Hop en Beat hebt. Ja, maar je hebt ook Marnie nog, hè? Dat ook. Dat telt niet, toch? Jawel, zeker. Oh. Nou, ik weet niet. Ik vind die beat wel interessant. En Hop op zich ook wel. Maar, ja. Oké. Ja. Ja, Marnie is op zich ook al leuk karakter, maar ik zie haar niet echt als rival of zo. Nee, oké. Nou ja. Zij is wel cool in ieder geval. Ja, zeker. Echt jongen, flikker op met je Rhyhorn. Laat me er gewoon langs. Ik heb een townmap. Je boy heeft een townmap hoor. Ja, nee, nu ben ik helemaal blij. Nu kan mijn hele dag niet meer stuk. Yes. Sander, we mogen gewoon... Wacht. Mogen we allebei? Ja, we mogen volgens mij allebei 6 Pokémons vangen. Oh. Hoezo mogen we 6 Pokémons vangen? Wacht, je mag toch wel meer dan 6? Ja, nee, maar ik bedoel in de eerste route waar we Pokémons kunnen vangen. Oh, zo. Ah. Hè, kwartje valt. Ik wil ja, het duurde weer even. Oh, dit is route 1. Ja. Dit zijn letterlijk 5 blokjes. Nee, oké, geen 5, maar 15. Oké, ik ben nu in adequate town. Oh, daar. Ja. Het is een Pidgey. Kan ik hier nou een foto maken of niet? Pokémon Snap 2.0? Nee. Boys, ik ben hype. Ik zit even te denken, heb ik eigenlijk wel al Pokéballs of nog niet? Wacht, waar moet ik naartoe? Ik loop maar een beetje rondjes. Je moet aan het noorden van die stad moet je eruit, zeg maar. Of ben je al naar je mama geweest? Ja. Oké, dan kan je gewoon boven in de town kan je eruit, zeg maar. Oké, ik ga eerst potions kopen. Oh, ze gaan maar laten zien hoe Pokémons moet vangen. Oh, dat is altijd spannend. Ik vind het altijd zo eng, want ik weet nooit hoe dat moet, weet je wel. En dan vind ik toch altijd een beetje spannend. Snap ik. Weet je wat ik dom vind? Nog niet. Dat je dat niet kan skippen. Echt, hè? Want, bruh, ik heb hoeveel jaar aan ervaring? Yeah. Geen idee, veel te veel. Zoveel dat ik het niet eens heb geteld. En jij gaat me vertellen hoe ik Pokémon moet vangen? God toch op, man. Echt, hè? Zo jammer. Oh jee, de hiker wordt boos. Oh nee, hij wordt niet boos. Dus... Hij zegt alleen dat je moet oppassen voor het hoge gras. Ja, nee, ik dacht het niet. Oh nee! Oh nee, ik sta in het hoge gras. Very sad. Maar dit is een Pidgey, die mag ik niet... Hahaha, daar gaan we weer. Nou... Maar je hebt nog geen Pokeballs, hè? Dus je kan sowieso niks vangen. Maar die Pidgey mag je wel vangen, want Pidgey is ook normal. Nee, dat is flying. Ja, maar dat is ook normal. Maar ja, dat is wel OP dat je eigenlijk normal, iedereen normal mag vangen, maar... Dus... Ik vind het wel leuk, want ik heb nu bijna alle typings gehad, behalve water. Nu denk je misschien, Sander, je hebt toch maar 2 Avatarlocks gedaan, maar... In mijn Master Mode had ik ook een challenge met The Last Airbender. En dan mocht ik alleen... ja, dan deed ik eigenlijk gewoon in 1 aflevering alleen de typings van de tribe gebruiken. Grappig. Om zelf leuk te vonden. Grappig. Ja. Zo had ik ook Solo Link. Daar was ik minder tevreden over. Niet omdat ik daar een Pokémon kwijtraakte of zo. Of 2. Of 3, of 4. Zeker niet meer starters. Maar kijk de beste man. Ja. Oké, ik heb een Sixagoon gevangen. Ik heb nu wel voor Milan gespoild, want die aflevering staat nog niet online van Solo. Oh nee. Dus, nu heeft hij een groot probleem. Nu moet hij eerst dit vergeten voordat hij verder kan kijken. Ja. En elke keer als je dan Master Mode geüpload ziet worden, dan denk je... Oh, ik mag niet kijken, want ik weet dat zijn starter doodgaat. Ja, dan, oh nee, af. Oh. Ja. Oké, Sander, heb je al Pokémons gevangen? Nee, maar ik ben wel aan het kijken hoe Serena en die anderen me niet met rust laten. Okay, dus dat is heel leuk. Daar houden we van. Hun... Piggy... Dat is gewoon niet te zeggen, joh. Nou ja, gelukkig kan mijn Squirtle ze wel verzwakken. Ik heb een fledgling, woep woep. Fledgling? Maar die weer... Misschien is die haast wel gunstiger dan... Ah, ik kan deze gewoon vangen, ja. Ik heb 20 Pokémon. Hoe? 20? Hoe heb ik 20 Pokéballs? Heb je 20 Pokéballs? Ja. Nee joh. Ja, echt. Huh? Je hoort er maar 10. Heb jij er? Ja, 10. Ja, ik heb ook 10 gekocht, dus dan klopt het wel. Oh jezus, je krijgt echt 10 Pokéballs in deze game. Je bent echt een lul, hè? Nee, maar... Nee, maar ik was gewoon verbaasd dat je 10 Pokeballs krijgt van deze game. Was daar al een markt in die town? Ja, schijnbaar. Ik ben gewoon... Ik wist niet wat ik moest doen, dus ik ben gewoon de huisjes ingegaan. En is er ook een Pokémon Center, of niet? Dat weet ik niet. Ja, wat heb ik nou aan jou? Nee, volgens mij niet. Oké. Maar anders had ik hem wel gevonden, ja. Het is geen normale Pokémon Center in ieder geval. Oh, mijn eerste battle! Oh, ben je al doorgelopen? Ik ben eerst alle Pokémon aan het vangen die ik mag vangen. Nee, ik niet. Schijnbaar. Weet je tegen welke Pokémon ik nu vecht? Dat ga je me nu vertellen? Pidgey. Wat ja, maar wat is erger? Dat of... nee. Spikekick. 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 Doet ook gewoon nog goed ook, joh. Oh, Squirtle is dood. Bijna. Very jammer. Oh, ik heb ook al Pokeballs, dus ik moet echt oppassen trouwens. Ja. Hoe zal ik deze eens noemen? Als ik geweten had dat ik 10 Pokeballs kreeg, dan, ja, dan had ik wel meer uitgegeven aan potions. Dus. Weet je hoe ik mijn Pidgey heb genoemd? Daar ga je me het vertellen. Pidgey. Weet je hoe ik mijn Pidgey heb genoemd? Nee. Nou, dat krijg je ook niet te weten. No. Ik ben Sander. Ik ben je kunt het denk ik wel raden. Als je goed... Starly. Close. Echt? Fletchling? Nee. Minder close. Pidoof? Nee. Rookidee? Nee, kouder. Even denken. Telo? Farmer? A Sparrow. Oh, kut, ik heb hem Farrow genoemd. Nee! Haha, sukkel. Ik had hem Sparrow moeten noemen. Oh, maar dit gaat helemaal fout, dat weet ik nou al. Dit gaat echt niet goed komen. Hoezo? Nou, dat denk ik. Je bedoelt met... Oh, mag ik Puck ook vangen? Nee, ja. Iedereen mag Puck. In deze game wel. Ja, daar komt omdat in deze game Fairy type zit. Dus dan wordt Puck bij alle types. Ja. Maar anders zat hij bij lucht, toch? Ja, klopt. Ja. Dus... Weet je wat grappig is? Ik heb nou vier van de 6 Pokémons gevangen die je hier mag vangen. En de Pokémon die ik echt wil, die heb ik nog steeds niet. En dat is? Weedle. Hoezo wil je een Weedle? Op zich? Ja, oké. Ja, ik ben best wel fan van Beedrill. Ik vind Beedrill best een vette Pokémon. Ik heb de 5e nu ook gevonden. Weedle heb ik dus gewoon nog steeds niet gevonden. Dat is de laatste waarschijnlijk, die ik nog moet. De game haat jou. Ja, echt hè. Dus, ja. Squirtle level 8. Ik vind nu ook gewoon leuk om de hele tijd te benoemen dat het een Squirtle is. Waarschijnlijk raak ik nog eerder in de war dan jij. Ja. Hoe ga ik deze noemen? Ik kan hem Caterpie noemen. Nee, we gaan het niet voortzetten. Welke Pokémon heb je gevangen? Scatterbug. Oh ja, ik ook. Ik heb een vlinder genoemd. Omdat ik origineel ben. Je krijgt trouwens volgens mij na de eerste gym een XP share. Oh, oké. Kijk, dat is handig. Ja, ik heb dus geen naam, dus ik noem hem dus toch wel Caterpie, denk ik. Oh, dit gaat lekker fout. Dit gaat lekker fout. Ik heb er nou al zin in. Hoe bedoel je met... dat je denkt van, oh ja, deze Pokémon is goed. Die ga ik even gebruiken. Oh, nee, toch niet. Hey, Weedle! Hey! Kijk, die zou ik dan wel weer Caterpie nemen. Een Bunnelbee, maar die mag ik niet... Oh, die mag ik al... Ja! Die is normal. Ik dacht ground, maar die is normal en ground, volgens mij. De Bunnelbee zelf is alleen nog normal. Oh, oké. In deze route mogen we echt allebei alles vangen, zeg maar. Nice. Dan ga ik alvast naar de forest toe. Even kijken. Wow, in de forest zijn veel Pokémons. Holy shit. Ja. Ja. Wat is Bunnelby eigenlijk? Een konijn? Ja. Dat, kan je dat niet zien? Man. Of wat? Hè? Ja, eigenlijk wel. Maar... ik weet niet. Dus... ja, ik vind toch... konijnen zien er toch net iets anders uit in het echte leven. Nou. Dit keer ga ik niet kut doen. En ik noem hem... in plaats van molrat noem ik hem molkonijn. Oké. Ik zit even te kijken. Hey, mijn inspiratie is 0, oké? Ik merk het. Volgens mij kan ik maar 1 Pokémon vangen in de volgende route. En jij... jij 2. Jij kan 2 Pokémon vangen. Oké, dat is nice. Nee, 3 zelfs. Jij kan zelfs 3 Pokémon vangen in de volgende route. Maar welke? Pikachu? Oh, Pikachu! Ja, die wil ik wel. Even kijken welke nog meer. Ik heb een perfecte naam voor mijn Sixagoon. Als die zit. Caterpie. En... Pinsir. Pinsir. Die vind ik... nee, Pinsir, hè? Niet Pinsir. Oh. Dus dat is dat vuuraapje, weet je wel. Ik heb mezelf blij gemaakt met niks. Dat klopt. Ja, nu kan ik eigenlijk beter de... had ik beter de naam Urg voor Pinsir kunnen bewaren, maar ik vind hem voor Sixagoon ook wel goed. Ja. Dus... en Galarian Sixagoon, dus dan ben ik niet zo'n heel erg groot fan. Ik vind die Obstagoon en Linoon vind ik wel vet. De Galarian. Maar de gewone. Ja, nee, dat hoeft niet zo. Voor mij. Ik kan alleen maar Caterpie vangen nu. Oh, en nu kom ik Weedle meteen tegen. Wat een onzin. Doe ik al die moeite net. Ja, misschien moet ik ook gewoon naar dingen gaan. Ik heb namelijk... wacht, wie heb ik allemaal gevangen? Vero of... ja, daar gaan we al. Daar gaan we. Ja, ja. Scatterburg. Bunnelby en Sixagoon. Nee. Die heb ik gevangen. Dus er zijn er nog 2. En die kan ik waarschijnlijk ook wel in de forest vangen, want dat is vaak heel veel bugs. Oh nee, praten met die oninteressante bitch. Vrouw. Die ja, heel erg veel respect voor vrouwen. Niet naar deze, maar... ik hoop dat ik dat stukje nog terug kan vinden voor het begin van de video. Hey, ga je nou mij framen? Vast. Ja, dat ga ik doen, ja. Weedle. Ik heb een perfecte naam voor Weedle. Weedle, Weedle, Weedle. Ja, ik heb geen... je noemt een wormpje. Nee. Nee? Nee, Caterpie. nee. Dat was een grapje trouwens. Je had Scatterbuck al Caterpie genoemd. Nee. Niet? Oh, heb ik dan daar verraden? Had ik tegen jou gezegd van wel, of wat? Ja, dat zei je wel. Nee, ik heb hem Butterfree genoemd. Dat maakt het niet beter. Alright. Waarom kom ik die kut Caterpie nou niet tegen? Dat is de enige Pokémon die ik hier mag vangen. Wat is zij nou weer aan het doen? Hey, een Paralyze Heal. Oké, nice. Ik vind oprecht deze naam van de Weedle. Dat is echt dat niemand kunnen verzinnen. Oké. Dit is echt zo'n goede naam. Ik heb het gevoel dat het niet zo'n hele goede naam is. Nou, hoe kom je daarbij? Hoezo vind je Wespje geen goede naam voor een Weedle? Ja, Weedle, Beedrill, uiteindelijk. Maar... Dat is wel een wesp. Op zich, op zich, op zich. Kom vechten dan, jongen. Scatterbug. Ik wil gewoon een Pikachu. Beste game. Zou ik van de de Forest bedoel ik, een Pikachu mogen? Nee, die heeft hij niet. Een Benpoor. Oeh, auw, auw. Dit doet pijn aan mijn ogen. Ik zou hem willen vangen, gewoon puur om hem te noemen pijn aan mijn ogen. Maar en dan releasen. Ja, ja, ja. Maar ik denk niet dat, dat Game Freak dat toelaat. Aangezien je ook geen Soobats Toobad mag noemen, dus... Echt niet? Nee. Heftig. Ik heb het ooit een keer geprobeerd in... Ik denk Sun and Moon was dat. Oké. Okay. Nou, misschien dat het in deze games dan nog wel mag, maar... Je weet niet, hè, wanneer ze zo aan de censuur zijn geraakt. Je weet het maar nooit. You never know. Precies. Heb jij heb je je vuurraap al gevonden of niet? Nee, nee, nee. Ik heb nog helemaal niks nuttigs gevonden. Oh, Fletchling. Die is cool. Had je die nog niet? Nee. Oh, oké. Okay. Maar daar ben ik wel tevreden mee hier. Quick attack, want dat is slechter dan tackle. Dat is zeer zeker de waarheid. Ja, dat weet ik. Wacht, quick attack is niet slechter dan tackle. Jawel, quick attack is toch 35 en tackle 40. Oh, maar ik vind quick attack altijd super chill omdat je er altijd eerste bent. Ja, je bent altijd eerst, dus dat is een voordeeltje, maar daardoor is de power lager volgens mij. Alhoewel, in nieuwe games zou het kunnen zijn dat ze niet veranderen. Oké, okay, ik heb eindelijk de mijn nieuwe games meer trouwens. Ik heb een fletchling. Het is feest. Ja, ik zit te denken, hoe heet die uitvinding van die ene gast in Avatar? Van die vuurzeppelin, zeg maar. Oh, ik weet echt niet hoe die heet. Okay. Dan doen we het zo. Noem hem geheime tunnel. Nee? Ja, ik wou hem vuurzeppelin noemen en dat past. Oeh, nice. Dus... Kijk, als het een ground time was, had ik hem wel geheime tunnel willen noemen eigenlijk. Maar ja, dat is het gewoon niet. Geheime tunnel. Ik heb een box, maar die wil ik hebben. Ik wil Urg weg. Nu denk je jullie vast wie is Urg? Dat is Sixagoon. Dat is Sixagoon, dat heb je net gezegd. Heb ik ook verteld. Oh, oké. Okay. Are you going somewhere else? Ja. Laat me gewoon lekker naar de box gaan. Ja. Ik mis de draagbare boxers wel nu ineens heel erg. Ja. Ik hoop voor je dat je Pikachu nog gaat vinden. Ja, hoop ik ook. Dus kom op. Up, lopen. Waar is het Pokécenter? Aquacore, de town. Vast. Nee, ja, ik weet niet of dat vroeg ik net aan jou, of daar een Pokémon Center was. Oh, dit is diegene zonder dan, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Vandaar dat ik even snel de ding doorloop. Oh, wel. Wat is dit? Ja, maar hier is geen... Deze hield wel je Pokémons, maar... Geen PC. Dat wil ik. Beetje jammer weer. Ik wil mijn fletchling... Nou... Dan moet je straks bij de eerste stad maar kijken of je een fletchling... Hebben we thuis niet ook een PC? Nee. Dan ga ik niet teruglopen. Ik moet zeggen dat die trainers in dit, bosje, in dit bos niet heel erg goed zijn. Ja, nou dat maakt helemaal niet uit. Ik wil gewoon mijn fletchling trainen, maar ja, dat kan nu niet. Nee, dat klopt. Shit happens. Good game. Nu wel. Nou, 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 Sander, hoe durf je? Sorry, ik zal niet je favoriete game beledigen. Dit is niet mijn favoriete game, maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik heb er nou ook al heel erg veel zin in, zeg maar, nu ik dit stukje heb gespeeld. Okay. Dit is toch een perfecte tutorial, zeg maar. Gewoon helemaal niet lang. Je kan gewoon heel snel beginnen. Nee, klopt. Alleen voordat je je starter krijgt, dat is wel redelijk. Nou, dat valt toch wel mee? In vergelijking met Sun and Moon. Nevermind. Ja. Of met Sword and Shield duurt het ook lang. Alleen heb je op zich... Dan duurt het net zo lang om je starter te hebben als hier. Ja, dat is niet... In oudere games krijg je gewoon heel snel je starter. Ja. Dat is het gewoon. Waarom is dit een Pampoor en geen Pikachu, hè? Huh? Nou, ik snap er helemaal niks meer van. Ah, Pikachu heeft wel een 6% spawn rate, dus dat is wel weinig. 6%? Dat is toch 6% meer dan 0. Dus er is een kans. Maths. Voor die kans ga ik. Vol ook. Snap ik, snap ik. Wat? Ah, hij killt niet. Waarom doe je nou steeds play nice? Dan kill ik niet. Dat vind ik niet zo mooi. Oké, helemaal dat ik nog geen experience share heb, dus ik ben nu wel leuk met Froakie aan het trainen. Maar de rest van mijn team wordt daar niet beter van. Oef. Hé, route 3. Wacht, wat kunnen we in route 3 vangen? Maar zeg even als je klaar bent met ding trouwens. Met de battle. Ja, ik ben klaar met de battle. Oké, dan gaan we hier de aflevering beëindigen. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik ben heel erg achter. Ja, maar dat maakt niet uit. In de volgende route mag ik weer een hele hoop Pokémon's vangen. Dus dat is alleen maar goed nieuws. Heel erg bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dus hier heel graag weer bij de volgende aflevering. Vergeet vooral niet op Sanders kanaal te abonneren. Want hij maakt ook hele leuke video's. Ik had nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.